Goedemorgen allemaal. Vandaag tweede kerstdag, de derde reminder van Kaatjes Inspiratie Challenges. Van onze 161ste uitdaging alweer. Ik heb deze kaart gemaakt. Kaart. Heb ik gemaakt en ik wil graag jullie laten zien hoe ik deze gemaakt heb. De maten zet ik allemaal op ons blog en op ons YouTube kanaal. Daar kunnen jullie het filmpje terugkijken. Ik hoop dat je hem zo goed kan zien. Ik heb al heel veel voorbereid. Dus als het te snel gaat, kun je gewoon het filmpje stopzetten. Kun je voor jezelf verder werken. Je bent nodig voor deze kaart. Cardstock. Ik heb kraft genomen. 1 keer 18 keer 19 centimeter. En die ril je dan op 4,5, 9, 13,5 en 18. Hou je een plaklijntje over en dan knip ik altijd even zo'n wichtje, knip ik hier altijd even af. En dan ben je nodig 3 keer 13,5 keer 19. Die ril je ook op 4,5, 9, 13,5, 18. En 2 keer 9 keer 19 centimeter ril je ook op 4,5, 9, 13,5, 18. En 2 keer 4,5 keer 19. En die ril je ook op 4,5, 9, 13,5, 18. Decemberpapier heb ik gedaan met een matlaag. Ik heb het al klaar. Dan kan ik het zo in elkaar plakken om jullie te laten zien. De maten zet ik ook allemaal even op ons blog. Dus dan kun je dat zo nazien. Hier past het decemberpapier niet helemaal. Maar goed, dit komt helemaal onderin je kaart. Dus dat ziet straks niemand. Dan ga ik beginnen met in elkaar plakken. Het is alles dus gerild. Ik was al begonnen, maar ik moet toch maar even weer opnieuw doen. Je rilt alles. Even goed door met de vouwbeen. Dat je straks mooie scherpe vouwen krijgt. En deze lijm je in elkaar. Je kunt het ook met tape doen als je dat fijner vindt. Ik doe het altijd even met lijm. Want dan leg ik hem plat en dan leg ik die erop. Zo. Oké, mijn doekje. Nu laat ik deze even drogen. Dat is één. En dan heb ik de tweede. Van 13,5 keer 19. Ik heb er al twee klaar. Met deze nog even doen. Even wegzetten. Even zorgen dat ik in beeld blijf. Even een beetje schuiven zo. Is makkelijker in beeld, denk ik. Oh, hij wiebelt een beetje. Deze ga ik ook weer lijmen. En net wat ik zeg, als het te snel gaat, zet gewoon de video even stop. Kun je straks zo weer verder. Kun je het rustig op je eigen tempo maken. Deze. En dan hadden we de 2 van 9 keer 19. Even aan de kant. Die lijm ik ook even vast. Even genoeg erop doen, anders plakt die niet mooi. Dat mijn blad te veel schittert. En dan de laatste 4,5 keer 19. Leg ik ook weer zo neer. Pak die er weer op.
ik heb dit patroon heb ik op internet gevonden. Ik zal ook het blog waar ik het heb gevonden, zal ik vermelden. Er zijn zoveel van deze patroontjes en iedereen doet het net weer even ietsje anders. Nou, deze heb ik. En dan kun je hem naar de achterkant vouwen. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Zet je zo voor je neer. Dan pak je de twee. Die zet je hier zo tegenaan. Die plak je hier op. En deze laatste, die plak je hier zo tussenin. Ja, ga ik eerst beginnen met deze twee te plakken. Ik leg hem plat neer. Want hier moet er dan een op. Zo. En hoe je het precies doet met die vouwlijntjes, dat maakt op zich niet zoveel uit. Of je ziet hem niet terug, of er komt de sampapier op. Deze leg je neer, die plak je er zo op. Het is volgens mij de handigste manier om het zo te doen. En dan heb je deze weer er tegenaan staan. Dan leg ik hem weer neer en dan plak ik deze erop. Die plak ik dan zo hier zo tegenaan. Kun je ook met tape doen als je dat makkelijker vindt, dat het dan wat steviger is. Maakt op zich niet zoveel uit. Die doe ik hier tegenaan. Zo dat je de onderkant netjes hebt. De lijn verdelen. En dan heb je hem zo. En dan deze losse, die komt hier zo in. Dus dan leg je hem weer plat. En dan plak je dit zo hierop vast. Dan doe ik die dan naar de achterkant. Dus dan lijn je dit gedeelte lijn je helemaal in. En zien dat ik in beeld blijf. Camera instel voor de video, dan is het even iets anders dan als ik met de foto instel. Deze plak ik hier op. Zo. Zorg dat de onderkant goed is. En dan plak je net tussen de twee vouwlijnen heen. Lijm aandrukken. Dat hij goed aan elkaar zit. Zo, kijk, nu heb je dit gedeelte al. Ja. Oh, daar gaat mijn briefje. En dan deze. Die van 9×19 plakken we hier zo op. Dus dan leg ik hem weer neer. En dan plak ik deze. Die plak ik hier zo tegenaan. Oké, doe weer één stukje. Doe even wat lijn. Plak deze hier tegenaan. Oh, mijn tafel wiebelt een beetje. En de camera dan ook. Ik hoop dat het goed gaat. Dat jullie goed kunnen zien. En dan deze. Kijken. Kun je een beetje lijm halen. En die plak ik dan aan deze kant. Kun je straks je kaart kun je zo vouwen als je wil. Kijk, deze staan nu zo. Niet helemaal goed geplakt. Even aanduwen nog. Zo. En dan heb ik nog deze twee. Je kunt ze zo plakken. Maar ik plak ze zo. Even kijken. Daar zit hij.
Zo mooi geplakt is hier bijna niet. Dus dan leg ik hem weer neer. En dan plak ik deze. Plak ik op deze. Hier zo op de buitenste. Dan de onderkant goed. De onderkant gelijk hebt. Dus die. En deze plak ik ook. Het onderste gedeelte. Ook lijm. En die plak ik hier op. Mijn foto in de groep is een andere foto. Van een wel van hetzelfde model, maar van een andere kaart. Zo, nou kijk, dan heb je dit. Zo heb je hem staan. Nog even wat beter vast. Ja, dan hadden we 4 keer de zendpapier. De mat is 17,5 keer 4. Ja, en dan is de zendpapier is dan, nou, 17,5, maar de zendpapier was niet langer. En dan keer 3,5. En deze heb ik zo uitgesneden, dat die naar elkaar komt en zo. Dan plak ik deze. Met die mooie krans eraan. Dan plak ik deze kant. Deze, ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Ja, leg je hem even plat, even zo vastdrukken. Ja, dan heb je deze erin. Deze met het andere helft van de krans. Dan kun je best een krans doormidden knippen, hè? Dan die plak ik hier. Ik heb hem goed vast. Kijk, zo zit het er mooi in. En dan deze twee, die plak ik hier op de voorkant. Zo. Dan heb je gelijk dit naadje weggewerkt. Want ik heb kraft gepakt waar de achterkant een ander kleurtje heeft. Dat vind ik dan niet zo mooi als je daar tegenaan kijkt. Dus deze die plak ik dan hierin. En deze. En dan die andere plak ik aan die kant. Die doen we dan hier. Ook weer. Nou, nog ietsje omhoog. Ja. Zie. En zo heb je ook mooi die naadjes allemaal weggewerkt. En dan heb ik deze, die had ik er 8 van. Even kijken hoor, dit zijn de 4. Die heb ik nog, die auto, van dat mooie papier. Die wou ik graag aan de voorkant hebben. Dan plak ik die 2. Die plak ik eerst even op. Die doe ik hier op de voorkant. Ja. En deze. Is de voorkant van je kaart. Dus je hem dan zo neerzet en dan zie je dit als voorkant. Dan heb ik deze en deze, die wou ik graag hier zo aan de voorkant plakken. Dan is dat naadje ook weer mooi en het is gelijk wat meer stevigheid aan je kaart.
Zo. Hier zo. Kijk maar, zo moest hij erin. Ja. Het is allemaal een beetje plakwerk, maar. Wat zo'n leuk model. Kaart die op het blog staat en in de groep. Ik heb mijn tante gegeven, die was jarig. Die was er ook helemaal blij mee. En dan deze, die plak ik aan de binnenkant. En dan aan de zijkant waar je tegenaan kijkt. De kant. Ook hier weer. Dan kun je gewoon plat drukken. Deze plak ik in het midden. Ik hoop dat ik goed in beeld zit allemaal. Zo heb je gelijk je kaart mooi afgewerkt. En dan komt deze kom nog daar aan de binnenkant. En dan heb ik nog de semperpietjes voor deze. Dat zijn er ook 4. En hier heb ik het andere stuk van die auto. Dat heb ik hier zo. En de cadeautjes heb ik hier. Die plak ik daar nog op. En dan deze 2. Die plak ik nog zo daarin. En dan is het gelijk, je auto is af. Dit zijn de semperpietjes van 8,5 keer 4 voor de matlaag. En dan 8 keer 3,5. Zo heb ik mijn auto compleet. Ik zal even in beeld gaan. De auto compleet. En hier heb ik nog cadeautjes. De cadeautjes die achter de auto aankomen. Die heb ik hier nog. En dit is de voorkant van je kaart. Zo. Deze 2 plak ik weer er binnenin, omdat je niet tegen dat kraft aankijkt. Plak ik hierin. Je kunt ook eerst de grote stukken snijden hoor. En dan met je restjes, dat je dan deze. Hola. Dat je dan deze stukjes vast snijdt, dat je de restjes een beetje op hebt. En hier heb ik al een heel eind. Deze nog. En daar zijn er 10 van. Dan had ik even rechts en links had ik even wat uitgezocht. Dat het een beetje op elkaar aansluit. Deze was 1. Ik zal ze vast plakken dan. Even vast. Ergens zit hij zo in elkaar. Als je nou dit blokje andersom zet, een kwartslag draait, dan kun je ook nog de semperpietjes doen, of de matlaag dan van 4 keer 8,5. En de andere van 3,5 keer 7,5. Deze komt hier. Die zit niet helemaal goed vast, zie ik. Neem een beetje lijn ertussen. Dat hij goed vast komt te zitten. En deze plak ik op de voorkant. Zo. En dan loopt het patroontje loopt door. Oh, ik kan wel niet goed plakken. Kijk maar, het rondje loopt zo door op de kaart. Dat doe ik aan deze kant ook. Dan heb ik deze. Je kunt ook zien of je de zijkant of de achterkant nog beplakt.
Kan natuurlijk allemaal. Even zien hoeveel dessinpapier je over hebt. Maar ik doe het op deze manier. Deze kaarten neem ik mee naar mijn werk. Als het filmpje wordt uitgezonden, dan heb ik ze al meegenomen. Nou, kijk. Dan komt hij zo. Oh, deze plakt niet goed vast. Zullen we gaan nog lijnen? Ja. Dan heb ik er hier nog een paar. Die kun je dan nog aan de binnenkant doen. Aan de onderkant. Doe je plaklijntje even maar. Ook hier is mijn plaklaagjes weg. Kun je... Zo. Dan zie je dat niet. Dan heb ik zo nog één onderdeeltje. Even kijken. Hier. Hier is de onderkant, dus die hoeft dan in principe niet. Maar als je de achterkant dan wilt beplakken, dan kan het natuurlijk altijd. Of de zijkanten nog. Dat kan natuurlijk altijd. Moet je zelf even kijken wat je wil. Wat je mooi vindt, wat voor papier je gebruikt. Natuurlijk voor allerlei gelegenheden doen, hoeft niet speciaal voor kerst. Ik vond het blokje van Studio Light wel heel erg leuk. Mooie kleurtjes. Deze nog. Zo, dat komt wel goed. Dan heb ik nog één onderdeeltje had ik nog. Dat was dit. Dat was nog een stukje papier van 6 keer 1 centimeter. Deze. Die kun je rillen op 1, op 2, op 4 en op 5. En die vouw je dan zo. Want die kun je dan als wichtje hier opzetten. Dan even de Merry en Bruid. Plak ik er even op. Merry en Bruid. Zo kun je zelf gewoon je kaart versieren. Hoe je dat verder wil. Ik hoop dat hij blijft zitten. Zo. En dan doe je aan deze twee stukjes in een beetje lijn. Komt nog heel veel uit. En dan leg ik hem even neer. Dan plak ik hem er zo op. Dat hij zo mooi erop komt. Even goed aanduwen. En als je hem dan neerzet, dan komt deze ook mooi naar voren. Zie? Ik hoop dat je het zo kan zien met dat lichtje ertussen. En dat kun je natuurlijk ook aan deze kant doen. Als je hier nog iets op wil hebben, een bloemetje of wat ook, dan kun je daar ook nog zo'n wichtje op zetten. Ik ga deze nog even verder versieren. Ik hoop dat jullie er zo verder uitkomen, anders kijk je het filmpje nog een keer terug. Je mag me ook altijd vragen. Deze uitdaging van kaartjes, inspiratie, challenges, alles mag, duurt nog tot 1 januari, 1800 uur. En dan gaan we met ons team gaan we de mooiste uitzoeken. En die mogen dan gastdesigner zijn. Bij uitdaging 163 februari. Ik wens jullie allemaal fijne tweede kerstdag. En hopelijk tot ziens bij onze uitdaging. Tot ziens allemaal. Doeg!